Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik heb weer lijnpatronen ingeslagen vandaag bij Action. Ik heb vandaag al twee gebruikt, waaronder daarbij dit één stuk een ander stuk is. Ik heb trouwens hier vanochtend bij de lijnpatroon doorheen weggehaald, want dat ging smelten bijna, dus ja, dat moet weg. En ik heb hier heel veel lijnpatronen voor ingeslagen. Kijk, ik heb hier een heleboel. En ik heb hier een heleboel. Dus dat scheelt. Nee, ik heb vandaag twee modifications gemaakt. Twee hele mooie en ook hele goede. Want anders zijn er geen modifications. En ik maak niet zomaar modifications die ik niet leuk vind. En dat weten jullie. En anders doe ik het ook niet. Maar poeien. Waaronder nog bij één modification het belangrijkste is van de hele dag. Hier. De Sniper Flip 16. Wat heb ik gedaan? Ik heb hier de Phoenix en scope opgeschroefd. En ik heb hier deze eigenlijk de bullet, dus wat hier zit, maar dan deze kant weggehaald. Nu gebruik ik die ook wat fijner. Dus ja. En ik heb nog wat anders gedaan. En dit vinden jullie denk ik wel heel geniaal. Dit is dus dat andere stukje van de snijpbullet. Want nu kan ik bijvoorbeeld. Het is niet super veel lijn wat ik heb gebruikt, maar het is strak, jongen. Kijk, want ik kan gewoon de reloading doen, zo. Trouwens, bij deze stock van de Jockey System, weet je, kennen jullie alleen dat je het zo kan doen. Kennen jullie. Maar ik kan jullie één ding vertellen. Er stond een advertentie op Marktplaats waar stond, dit is een kapotte Recon ECS 6. En hij is denk ik niet eens kapot. Want ik kon hem nog laden, ik kon hem nog schieten, dus hij noemde hem niet kapot. Hè. Nee, die stok, die kon de magazine zo in vasthouden. Dus zo. Is het, en dan is het maar zo gek niet, dat deze stok niet eens gemodificeerd hoeft te zijn om dat te kunnen naapen. Je hebt de stock niet te modifieren. Je kan het gewoon standaard doen. Kijk, standaard. Dat is grappig, hè? Ja, dat is grappig. Ik kan jullie vertellen, ik ga vanavond of morgen, sowieso van de week, kan ik jullie overklappen. Een modifications nog maken met lijm. Wacht even, is dit wat los aan mijn nagel? Weet je wat? Omdat we nu toch aan het reviewen zijn, gaan we het even nu doen. Kom je er zo mee terug dus. Yes sir. Ik heb een modification verzonnen. Die we wel kunnen maken. En ook kunnen maken. We gaan het maken. Dus dan met de commander shell.
Kom zo terug. Morgen zien jullie wat ik heb gemaakt.